De volgende speerpunt, dat is de ledenacties. Dus in die jaarplan hebben wij een beetje ambitieuze plan opgesteld om over 3 jaren 500 leden te hebben. En ook zo divers mogelijk. Op dit moment hebben we rond de 300 leden. Waarbij dus de meeste leden toch wel van Europees-Nederlandse afkomst zijn. Maar wij willen daar graag meer verandering in brengen, dat het een afspiegeling is van onze gemeenschap. Wij weten allemaal, zoals op vele terreinen, is er ongelijkheid tussen de burgers van Nederland, Europees deel van Nederland en de burgers van Caribisch Nederland. En consumentenrechten is ook er een van. Onze consumenten hier hebben minder bescherming dan de Europees-Nederlandse consumenten. En helaas, na 12 jaar deel van Nederland is dat nog steeds hetzelfde. Dus daar gaan we ook meer aandacht aan geven. Als laatste speerpunt hebben wij duurzaamheid. We weten dat Bonaire zich profileert als Blue Destination. Wij denken dat als de energie en water duurzaam wordt gemaakt, dat dat een heel groot probleem van onze armoede en hoger worden kosten van levensonderhoud kan worden aangepakt, of in ieder geval verminderd. En wij weten dat we hebben een plan heeft opgesteld om 80% te verduurzamen. Maar ik denk dat we toch wel de lat hoger moeten stellen. Ik denk dat we moeten gaan voor 100% duurzaam. Dat betekent ook voor de natuur een heel mooie streven. Want je hebt veel minder CO2 uitstoot. En die Blue Destination krijgt dan meer waarde. We krijgen meer kwalitatieve toeristen hier naartoe. En op de lange termijn worden de kosten gestabiliseerd. Dus onze belangrijkste streven voor dit jaar is de OLB en WEB ondersteunen en meehelpen denken om 100% te gaan duurzamen op de productie van energie en water. Daarom ben ik blij dat wij dus vandaag een goede opkomst hebben, want dat geeft ons echt animo en meer energie om onze doelstellingen te halen.